hè? Ik wil even aandacht voor iemand die dus het allereerste hier is vanavond. En die is al op een kwart of misschien wel halverwege haar kunstwerk. Mag ik een groot applaus voor Manu Kalai. Kalai schrijft hier K-A-L-A-I-G, als ik het niet vergis. Ik vind het heftig. Maar het was jouw eigen idee. Het was jouw idee, toch? Bijna. Maar je was hier, wanneer was je voor het eerst? Eerst hier op vrijdag. Oh ja. En wat ik heel tof vond. Dennis Kroon was paramilitair, wapengever. Stephen Morrison, wapengever. Jij vertelde mij vorige week dat je ook dat je politieagent was. En ook je wapen opgegeven om kunstenaar te worden. Hoe vet is dat? Ja. Maar ik vind jou ook, ja, het is misschien heel. Hoe zeg je dat? Bevestigend. Ik vind jou niet een type politieagent op een of andere manier. Als jij mij aanhoudt. Dat een goede keuze maakt. Ja, een goede keuze maakt. Ja. Even over die werk. Ben je figuratiever? Ben je een abstract schilder? Figuratief? Wat is je stijl? Ja, ik heb hele verschillende soorten stijlen. Ik kan heel erg realistisch tekenen. Daar heb ik ook posters en kaarten van gemaakt. Maar ik ben ook mezelf aan het uitdagen om wat abstracter te gaan of te combineren van stijlen. En eigenlijk ben ik het nu aan het uitproberen, maar ik ben niet zo lang bezig. En ben je dat nu aan het, ook nu aan het uitproberen? Ja. Weet je, je weet nog niet wat het gaat worden? Jawel, dat wel. Ik weet van tevoren wel wat ik ga maken, alleen zeg ik niet. Nee, natuurlijk niet. En dan laat ik me door muziek wel inspireren en me lekker voelen. En ik heb de setting gekozen met. Volgens mij alleen mijn liefde hier in de zaal. Dus ja, die zeker nodig hebt en mooie muziek en een toffe sfeer. Ja. Er moet iets moois uitkomen, denk ik. Als het straks klaar is, wat gaat ermee gebeuren? Ga je het veilen? Hou je het zelf? Geef je het aan de artiesten? Wat is de bedoeling eigenlijk? Ja, ik wil het helemaal verkopen. Mm. Ja. Oh, toch wel verkopen. Ja, zaterdag. Maar, goed, heel goed. Ja, tuurlijk. Gaan we het dan veilen met maar de bedoeling is dat iemand het mooi vindt en mooie kunst aan de muur heeft hangen waar hij heel blij van wordt. En niet zozeer dat ik hier een beetje veel geld van aan kreeg. Snap ik. Ja. Dus als er straks iemand naartoe komt van, nou, dat vind ik zo mooi, ja. Wil het heel graag hebben. Ja, dan gaan we ook kijken. Jongens, hoe het gehoord, hè? Ik vind het super leuk, het is de allereerste keer dat we dit doen. Ja. Maar super leuk, mag je wel een zinnig applaus. Hey. Manu Kalai. Zet hem op. We gaan nu weer muziek maken.